Zoezember! Hallo lieve Zoe-familie, leuk dat jullie er weer zijn. We staan hier weer bij de Zoezember-kalender en 5 december hebben we gehad. Voordat we verder gaan naar het volgende vakje wil ik jullie dit nog even laten zien. Ik hoop dat jullie een leuke Sinterklaas hebben gehad. Gisteren stond bij mij, stonden nog bezoek aan de deur. Komt ie aan. Er wordt geklopt aan de deur. Oh, gauw kijk wie het is. Hallo! Doei! Even wat brengen. Alsjeblieft. Thank you. En er ligt wat op de grond. Ja. Nou, wat leuk dat jullie er zijn. Ja. En wat zijn jullie prachtig. Dankjewel. Hele, echt hele mooie pakken dit. Ja, zo leuk hè? Ja. Dus jullie hebben het druk vanavond? Ja, wij gaan pizza's bezorgen. Pizza. Oh, nou, dat is wel nodig. Ik denk dat iedereen gaat bestellen vandaag, dus het zal wel lekker druk zijn. Ja, ja. We wel hopen, anders dan... Dus. Nou, succes en veel plezier. Nou. Doeg! Ja, er waren wel hele mooie pieten. Met een prachtig pak hadden ze aan. Ja, en vandaag is het alweer 6 december en dan draaien we het 6e vakje om. Laten we maar snel gaan kijken, ik hou jullie niet langer in spanning. Wat gaan we vandaag doen? Ja, dit is superleuk. Is al een keer vraag naar geweest. Ik ga namelijk cavia koekjes maken die je ook voor de konijnen kunt gebruiken. Maar dan moeten net even andere brokjes doorheen. Hoe dat in elkaar zit, leg ik jullie zo meteen uit. Ik ga gauw aan het bakken en dan hoop ik dat het lukt. Ik heb het nog niet eerder gedaan, dus het is voor mij ook een uitdaging. Ik heb even een wat makkelijker recept opgezocht. Dat zou iedereen moeten kunnen maken. Dus als mij dat niet lukt, ga het gewoon proberen. En om te bakken staan we natuurlijk in de keuken. Want bakken doe je meestal in de keuken. Tenminste, ik wel. Ik weet niet wat jullie nu doen, maar ik doe het meestal in de keuken. Er staan hier allemaal spullen, laat ik jullie zo zien. Allereerst heb ik de oven alvast aangezet. Ik heb echt een mini-oventje. Die staat op 160 graden. Oven moet je even voorverwarmen op 160 graden. In tussentijd dat hij lekker warm staat te worden, gaan wij aan de slag. Daarvoor heb je nodig brokjes. En omdat het cavia en konijnenkoekjes kunnen zijn, heb ik hier de caviakorrel. Wil je het nou voor konijnen maken? Het enige wat je er nodig hebt is konijnenkorrel. De andere ingrediënten kunnen ze allebei eten. Dat laat ik je zo zien. Dus ik gebruik de caviakorrel, ik ga caviakoekjes maken. Wil je nou konijnenkoekjes maken, dan moet je dus de konijnenkorrel gebruiken. Die zet ik even hier neer. Verder heb ik nodig een kom. Ik heb nodig een wortel. En ik heb nodig een banaan. Verder heb ik nodig havermout. Dan de weegschaal, want je moet wel eventjes het een en ander afwegen. En ik heb hier twee kommetjes waar ik zo meteen de ingrediënten in kan doen voordat ik ze allemaal door elkaar mix. Ik heb daar een heel mooi apparaat voor. Dat kan ik zo hierop zetten. En dan kan ik dat door elkaar mengen. Allereerst gaan we de wortel even raspen. Die raspen we even helemaal. Nou, pas op voor je vingers bij het laatste stukje. Zo. Ja, dat is de wortel. Dan gaan we een halve banaan in een schaaltje prakken. Weer eens een bakje. Wist je dat je een banaan trouwens aan deze kant open moet doen? De apen die doen dat altijd. Kijk, als je hierin knijpt, kun je het zo openmaken. Dat heb ik van de apen geleerd. Die ga je even lekker prakken. Zo. Nou, dat is niet zo moeilijk hè. Weer gedaan. Dan heb ik nodig 100 gram havermout. Dat gaan we even op de weegschaal zetten. Meteen is het bakje te klein. Maar dat kan net. Zo, doe even precies hè. Ik wil het precies. Ik wil het precies 100 gram. Vind ik een leuke uitdaging. Precies 100 gram. Oh, ja. Precies 100 gram. Hij weet het zelf niet. 100 gram havermout. Dan gaan we 100 gram caviakorrel. Haal ik even een schep caviakorrel uit de bak. En dan gaan we hier 100 gram van
Deze zijn natuurlijk wat zwaarder. Ja, ja, ja. Twee brokjes eraf. Drie brokjes eraf. Ja, 100 gram. Wauw, goed hè? Oké, ik heb nu dus de brokjes. Dat kan dus voor de cavia's, caviakorrel. Voor de konijn, konijnenkorrel. Havermout. Geprakte banaan. En geraspte wortel. Nou, de bakje was een beetje groot. En dan nog een eetlepel water. Die bakken we zo even uit de kraan. Wat een gauw bruin ook, hè? De banaan erbij. Heb je nou geen mixer, kun je dit dus allemaal met de hand gaan prakken. Dan kun je misschien de brokjes even iets laten wellen of zo. Maar ja, er moet maar één eetlepel water bij. Dus een eetlepel water doen we erin. Eetlepel water. Ik hoop dat dat voldoende is. En dan gaan we mixen. Nou, deze blender die kan dat niet zo goed. Ik denk dat dat blender niet zo'n goed idee is. Ik denk dat we dat maar even met de hand verder moeten prakken. Dan gaat hij straks kapot. Hij slaat vast erdoor. Het is veel te droog. Deegje van maken. Even goed kneden, dat het een goede massa is. Een beetje water erbij voor als het te droog is. Gewoon even je handen een beetje nat maken. Dan moeten we er een plak van maken, van ongeveer 1 centimeter dik. Ik duw het er gewoon even aan. Oh, ik heb wat handigs gevonden, kijk. Maar het dopje van de blender, als ik hier even iets in doe zo, dan heb ik een mooi rondje. Nou, kijk eens, hoe ziet dat eruit? Yummy, yummy. Ik zou ze zelf niet opeten, denk ik. Zometeen stinkt mijn hele huis naar caviavoer. Dan kan die de oven in. Sorry. 30 minuutjes op 160 graden. Ze kunnen eruit. Even kijken. Ik vind het hartstikke leuk. Wat een goed idee eigenlijk. Kan ik wel eens vaker doen. Nou, je kunt het natuurlijk niet meteen aan je dier geven. Dat is logisch. Dus als je dit gaat geven, wacht dan zeker even een uur. Laat het even een uur afkoelen. Minimaal. En dan kun je het aan je cavia geven. Of als je konijnenkoekjes hebt gemaakt, aan je konijn. Ga zo meteen eens even kijken wat de dieren ervan vinden. Ze zijn mooi hard geworden. Heel goed voor de knaagtandjes. Nou, eens even kijken wat ze ervan vinden. Ik heb een cookie. Die viel wel in de smaak. Ik ga zo de rommel even opruimen. De overige koekjes doe ik nog even in een afgesloten bakje om te bewaren. En dan zie ik jullie morgen weer terug bij de volgende video. Doeg, tot morgen! Zoes en warm!